Ja, het is weer zover. Het is tijd voor een nieuwe challenge accepted. En dan wil zeggen, we hebben een nieuwe challenge om aan te gaan. En nee, het is niet een challenge vanuit de bezoekersvolken die jij bent. Maar nee, het is een challenge die we zelf hebben gekozen. Want het is 28 april en Mario Kart 8 Deluxe is verschenen op de Switch. Dus hey, dachten we, een mooie gelegenheid. Die pakken we op. Het is ook een themaweek daar niet van of zo. Maar goed, we gaan een challenge accepten. We gaan een battle mode doen in Mario Kart 8 Deluxe. En gewoon één van de vier die wint deze aflevering van challenge accepted. Dus without further ado... Mario Kart 8 Deluxe Battle Mode Challenge accepted. Ik ben Mario. Ik ben Tentacles. Waluigi. Ben je Tentacles? Ja, dat zoek je ook altijd. Tentacles. Woehoe. Waarom zweef ik? Ik wil niet zweven. Je zit al op zo'n track. Hoverboard. Ja, hoverboard. Zo'n waveboard. Net een soort van... Hoe heet die ding ook weer? Segway, maar dan hipper. Nou. Kut mijn naam, hè? Echt, hè? Zo, super disciplineerd. Oh, de frontflip zit er nog in. Frontflip confirmed. Wow, wie is dat? Oh, oh dat is Daniel, wat lekker. Wacht maar. Kut. Kut banaan. Just use your way to see backflip. Oh, kut. Oh, jammer. Godver. Blijf van me af. Nee, maar dan moet je gewoon blijf echt van mijn lijf. Nee, maar het is gewoon echt niet leuk. Blijf van mijn lijf card. Nee, maar ik serieus. Als eigenaar kan ik gewoon echt zeggen, niet doen. Zoals het hoort. Zoals het hoort. Oké. Okay. Oh, de veer is nieuw, of niet? Ja. Ja. Wat doet de veer? Want ik had net je doet een backflip voor stijl en verder is heel veel. Oh, je volgens mij blokkeerde je man. Oh, shit! Je kan af en toe niet eens springen. Dat is ook wel dope. Dat is wel dope. Met de veer kan je een banaan vermijden of zo. Hey, ik heb iemand geraakt. Er zit een schild op je afkomen. Ja. Wacht, hoe komt dat? Dit is ook wel graag. Wow, wie schiet er met die vuurshit? Ik. Oké. Okay. Oh, dan hoef ik niet bang te zijn. Het is geen PlayStation controller, dus daarom gaat hij ging net zo goed. Iemand geraakt, man. Dus, oh, echt? Hoeveel geluk had je? Kut! Oh, we hebben net wat koffie ook opgenomen over Schelden. Oh ja, dat is natuurlijk Mario. Chips. Ken jij? Dat is echt wel te grof hoor. Mario vernietigt wel al je vriendschappen. Dus. Mario Party is geheid. Wie raakt mij allemaal? Skillshot, oh, jong. Mensen. Ik raak niemand, maar ik ben gewoon een beetje de baan vol aan het spammen. En backflips aan ik het ben gewoon maar een beetje een bomdrijven. Ik kom niemand tegen. Fucking same. Ja, maar iedereen hit mij. Ik heb nog maar één ballon. Ja, maar je bent er ook hit mee. Dit was zo goed. Net maar dit kan niet. Net ging ik zo goed en heb ik nog maar één ballon. Ja, tuurlijk. En nog maar één score. Ja, maar het duurde gewoon even voordat de game door had hoe slecht je eigenlijk. Ja, het is geen PlayStation. Past niet in de PlayStation. Nee, klopt. Oeh. Oké, als je een veer mid-air gebruikt, dan telt hij niet blijven. Maar ik vind dit level ook niet meer leuk. Oh, dit is echt niet tof. Want ik had echt tegen. Vette power-ups. Was er een prijs voor degene die de meeste backflips doet? Want nee, ik ben er nee. Ik blijf ze gewoon doen. Je moet winnen. Ah, oh, shit. Maar ik vind het level een beetje groot. Dat was ook vroeger niet, toch? We waren levels toch kleiner. Nee, die van net was ook wel iets beter. Oeh. Ik krijg een beetje flashbacks naar Mario Kart 8 Battle Mode sowieso. Dat was daar ook de issue, dat je niemand tegenkomt. Echt? Ja, omdat je met track zit. Trek zit. Lekker bezig. Nou, deze trek stapt uit de EU. Trek zit. Mooi. Heel goed. Okay. Wat zijn jullie allemaal, joh? Ja, ja ik weet ook niet. Roep niet. Even waar je bent. Marco. Hier. Polo. Marco. Polo. Marco. Polo. Ik ben ze kwijt. Ja. Super mooi. Mooi. Oh, daar is iemand. Die ga ik nu doodmaken. Nee. Oeh. Beter ben ik er niet. Oeh. Zo, jongens. Turbo. Citroentje overal. Heeft iemand hit geraakt? Ik heb wel iemand geraakt. Boy, ik sta bovenaan. No. Goed gedaan. 1-1-1-3. Het lijkt wel een beetje op Delfino Island. This is my lesson. Weet je wel. Wat? Ja, ik ontplofte. Ik ontplofte ook. Heb ik mijn motor opgeblazen? Ik wil niet meer leven. Dan gaf je te veel gas. Too real, man. Too real. Peter, heb je startkabels op mijn kaart? Ja, die werken. Oh, relevant. Relevant. Wow, de vlog is nog niet uit. Niemand weet waar we het over hebben. Oh, ja. Dat was kut. Super niet relevant. Oh, mooie tease, joh. Ear elephant. Oh, nice. Gewoon tegen hem aanrijden ook. Ja. Ik zit ook echt dood te staren op zo'n blokje verderop. Zit ik echt ineens zo'n Mario naast. Ik dacht, gezellig. Oh, ben jij leuk. Maar niet uit. Ik vind het toch wel aardig. Blijf van mijn lijf. Echt zo hoor. Ik vind het echt vervelend. Nice! Dit was echt supergoed. Waarom? Trouwens, comment even dat het echt supergoed was. Oeh, blaas mezelf bijna. Subscribe. Ik kom en niemand tegen en ik heb geen power. Ik zag wat mensen. Super goed bezig, super lekker, super ludiek, super raar, super gek. Ik zag echt twee speels. Gaan we nou letterlijk om elkaar heen rijden? Bam! Nee! Nice! Je kan het chillen op die buitenring? Ja, dat zien we wel. Oké.
En Tom is weer door niemand ooit tegengekomen. Nee. Lonely. I'm so lonely. Hello darkness, my old friend. Hey, ik ben een koning en ik heb een kroontje. Check mij. Sweet. Nice, en weer één. Oh, je hebt nu al alweer jij, jongen. Echt, jongen. Oh. En weer één. Nice. Was dat een backflip? Niemand gehit. Het gaat oh, daar zijn jullie. Dat is echt zo stom. Aardig kloten nu. Ja, dat snap ik wel. Oh, misschien komt dit. Nee. Oh, ik heb iemand geraakt en ik weet niet hoe. Het was zeg gewoon... het wel net van mij. Ik weet niet hoe, sweet. Ja, maar het gaat toch ja, mij geraakt met die bom, maar ik zat op jou te hunten met een bom. Zo. I weet niet hoe. Daar doe ik het voor. Is er een minimap? Oh ja, dat is een minimap. Oh, er is gewoon een minimap. Letterlijk in het midden van het beeldscherm. Ik kon er ook pas net. Mooi te moeten genomen. Ja, lach mij maar uit, ik sta bovenaan. Ik kon er ook pas net achter. Hoe kun je 5 mensen hebben geraakt? Omdat ik fucking goed ben, Daan. Het is geen ander antwoord. Oh, dat is een fucking Yoshi! Ja, ik dacht ik zie roze, ik ga erop schieten, maar het is een Yoshi die gewoon zo staat. Die doen gewoon een beetje supporten. Ah, moet en zo. Yoshi. Hello, Yoshi. Feel so Yoshi. Nice. Ik ben super engageerd. Dit duurt al heel lang, want ik ben... Oké, Bluff, wie komt mij meeten voor showdown bij de basketbalcourt? Kom naar de basketbalcourt, jongen. Show als je ballen hebt... Dat? Aan het water, zijn. Ben jij die smerig shy guy? Kom ik halen, ben die shy guy. Kom je halen? No honor, kom op, kom maar ja, no nee! Oh god! Jij zei no honor! Ja, 2-1, no honor. You called it upon yourself. Oh my god, ik dacht we doen gewoon een eerlijke showdown, mano a mano. Nee, dan moet je niet no honor zeggen. Nee, ik bedoelde dat jij no honor had. Nou, ja, dat bedoelde je volgens mij ook niet hoor. Maar oké, ik wil niet stoken, maar volgens mij lul je echt uit je nek toe komen. Ik wil niet stoken, maar fight! Ah, finish. Nice! Jullie waren echt fucking slecht, kijk mij! Kijk mij onderaan staan! Nice! Oh ja! Er staan nog wel 2e. Hoeveel rondes zijn het? Ja, ik heb eigenlijk 4. Geen zin meer, zullen we stoppen? 4. Jij staat 3e. Dit is trouwens wel een vette arena, dit is heel vet, ja. Dit is gewoon een spetter. Hit me, ja dat ja, bedoel dus, ik. Dat is toch vet? Ja, dat is jezus, kut fanboy. Echt, jezus. Oh, het is geen Uncharted, ik snap het niet. Hè, waar zit het driehoekje en, ja, en het kruisje? Waar zijn de archeologische opgravingen? Ik snap het niet. Waar is het slappe aftreksel van Lara Croft? Oh, too soon, maar zo waar. Ja. Sorry, je werd een beetje gegroepdist. I know. Dat is een beetje zielig. Nee. Oh, oké. Okay. Ik klap al die backflips, maar het is echt... Oh. Nou, we hebben er niks aan. Deze game heeft trouwens wel meer tricks dan GTA 5 heeft. Ik raakte mezelf ook. Ja, maar ik raakte mezelf lekker ook. Voor je. Ja. Maar ik krijg de punten niet. Ja, ik wel. Ja. Dit is gewoon kamikaze. Ja, dat Mario van. Goes Japan. Ja, la 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 la. Oh nee, dat is iets anders. Ik wou het zeggen, dat is een heel ander soort. Oh, wow, ik sprong over je heen en ik hitte je. Nee, je boy. Dat, jongen, dat dit kan echt niet. Ik raakte jou ook. Eén smeerpijp, die staat vanaf... Ik sta hier bij een vendingmachine alles. Nee. Oh, nee. Nee, dit is echt heel kut. Nee. Vind je echt allemaal heel stom. Sowieso. Altijd. Ja, dag. Yo boy! Ik heb al die no-scopes hier, jongen. Echt. Ik gooi gewoon dingen neer, rij op en neer, maar ik pak jullie allemaal. Tom gebruikt nu de power of YouTube. De power of YouTube. Iedereen heeft special team. Like, comment en subscribe, dan krijg ik meer punten. Oké, ik pak wel even een andere route. Is dat hier dan? Ja, ik zijn gewoon allemaal vieze screenwatchers. Wie is die boemerang? Waarom krijgen jullie allemaal boemerang? Heb ik jou niet gehit trouwens? Nee, ik kreeg achteruit. Hoe kan dit? Mimi. Nee, dat was, nee, dat was de bedoeling dat ik jou zou pakken. Komen dan. Lekker voor je, hier, die voor je. Oh! Ja, come on. En nog even zo vies tegen je aanbeuken. Hoe melee ik iemand? Echt, jongen. Oh, kijk, hier is mijn boemerang. Smeerpijperij. Hit me up. Dat is zo goed woord, want het zo omschrijft Ik heb iemand geraakt. Het omschrijft zo perfect wat het is. Smeerpijperij. Beste word ever. What the fuck zit hier? Wow! Die boemerang ging echt net langs me heen. Come on dan. Jezus, hoe doe je dat? Ga weg. Die stinkboemerang. Ga weg! Ja, nee, ik zit je op de hielmaat. Nee. Oh, come on! Hoe? Lekker voor je. Hoe? Oh, kut. Nee, baal ik wel van. Ah! Oh. Daniel, je bent er fucking goed bezig. Ik baal van jou. Ja, echt. Ik liep dik voor en hup. Kut, Daan. Kijk, ik zit fucking op 6. En ik ben gewoon gereset. Ja, maar jullie staan op 4. Ja, 0 gewoon, hè. Ja, waar waren je praatjes dan van net? Waar zijn jullie? Ja, die van mij.
Ik had helemaal geen praatjes. Helemaal wel. Ach, ja, kijk die video terug kijk die dan. Ik was super bescheiden en vriendelijk. Kijk die eindbaas met zijn kroon en shit. Man. Nee, ik weet niet. Jullie zijn losers, jullie zijn mijn minions. Nou, dat heb ik mij nooit dat. Gezegd hoor. Ik zeg altijd seksslaafjes. Maar ah, maar het zit jullie ook wel mee hoor. Dag. Dat is gewoon skills. Ja, dit is echt heel kut hoor. Boy! Dit is niet de terugkeer die ik nodig had. PlayStation Guy wint hier. Jongen, oh, kijk hoe je van de troon gestoten bent! Oh! Kun je nou niet mijn motor opblazen bijvoorbeeld? Oh, hoe moet je die boost ook alweer doen? Dat is echt zo'n typische. Net. Maar jij speelt zeker nooit race game. Niet wanneer de twee in beeld komen. Hoezo? Hij heeft een Xbox, hij speelt juist wel race games. Jij speelt nooit race games. Dat maakt het opmerking wel. Zou je het zo mooi vinden als Drive Club dat ook gewoon heeft? Als je bij de tweede seconde dan. Als je dan gewoon gas in doet, dan krijg je een dikke boost aan het begin. Zo fake, want het is echt een leven ook niet. Shit. Kut! Nou, jouw auto staat notabene stil. Fuck! Oh yes! Oké, nu gaat het weer oké. Ik sta weer gelijk met nummer 1. Come on! Echt? Ik krijg ook alleen maar gewoon groene shells. Ja. Wat doe ik met die groene shells? Nee. Nummer 1 had 10 punten. Hij flikt toch. Ja. Ik weet niet eens waar het over. Maar ik heb nu nog niks. Tuurlijk heeft hij dat. Wie heb ik geraakt? Echt, die veer die is echt nutteloos. Nee man, daar kun je juist dingen mee ontwijken. Dat heel fijn met mijn veer. Hé, hey, wie de fuck zit door mij te jagen dan? Nou, niet echt. hij zit links van je. Facehunter. Kun je nou nog geraakt worden door je eigen green shells? Nice. Ik weet het niet. Kan. Ja? Nee, ik heb ze dusver netjes ontweken. Ik ben bang dat niet altijd niet het ding heeft. Ik weet niet hoeveel het echt doet, maar... Hey, je kan wel over die ledges springen. Dude. Die ranches. Ja, mijn shell heeft me protected. Backflip. Oh. Toch tricks. Oh, shit. Nice. Gewoon zo'n stray. Haat die bananen, echt. Oh, nice! Hou op man, met je vuur shizzle nizzle. Ja, ik ben Super Mario, ik ben de enige die dat echt kan gebruiken. Luigi. Ja, maar toch ook dan minder. Oh, je boy! Vraag maar aan de prinses. Oh. Wow! Dat is zo. Nog leven is lit. Waarom ga ik zo skeer? Come on. Waarom ga je zo skeer? Ja. Ik weet het. Ik kan geen aardig antwoord bedenken. Raak ook gewoon volledig mezelf. Snap ja, toch? Snap ik wel. Oh! Huh? Je weet het, hè? Hoe kan dat? Ik raak iemand met mijn groene... Ja, dag! Ik zweer, boemerang, jongen. Huh? Ik raak iemand. Ja, maar tuurlijk. Ik gooi een banaantje achter meneer. Ja, dag. Ja, dag. Ik gooi het recht een banaantje achter meneer! Oh! Wat? Jullie hebben 4 en 5. Nee, ik heb nu nog 0, hè? Ja, de. Je bent weer op het oude niveau, Daan. Doe even normaal met dat vuur. Dat is echt niet tof. Dat is helemaal serieus. Fire. Oh ja, nee. Maar zelf voor de kijkers niet leuk. Nice. Fire. Niet zoveel. Nice. Nee! Kut! Nee! Kut! Nee, ik ben dood! Oh, nee! Dan haal je ook al je punten eraf! Ja! Echt? Nee. Echt? Ja. Ik had 1 punt! Wat zijn al die... Nice! Wat is dit? Smeerpijpen. Mario Kart! Ja, maar echt jongen, ik ging helemaal dood en dan ben ik gewoon mijn punten kwijt. Tuurlijk. Ja. Makes sense. Zo gaan die dingen. Zo, dat heet het leven. Ja, echt hè? Nee, dat weet ik niet. Dat is wel waar. Eindelijk Daan, kun je een echte race game spelen? Goddammit! Hoe staan we? Oh! What the fuck! Echt op het laatste klikje! De underdog! De underdog! What the fuck! En dit bewijzen we weer dat Mario Kart, als je het slechtste presteert, krijg je de vetste dingen. Ik kreeg alleen maar blue shells, weet je ook niet waarom. Ik vind ze super onhandig om te gebruiken, maar weet je... Ja, het is wel applaus voor Tom. Ik wil God bedanken en mijn ouders. Mario, Nintendo, Pikachu, iedereen. Het leek meer op een Blue Monday of zo. En wat was nou ook weer wat je wou zeggen als ze gewonnen werd? Ja, de winnaar doet de review. Yay! En krijgt daarbij een Switch om te reviewen. Te leen. Nice. Ja. Yay, daar heb je het. Dit is de baas van vandaag, want ik sta gewoon bovenaan met 11 punten, ook al verdien ik er geen enkele. Verder hebben we natuurlijk Peter met 10 punten, die gelijk staat met Daan, die ook 10 punten heeft.
En Ricardo helaas met 8 punten. En dat van onze enige echte weep. Anyway, dit was challenge accepted voor deze week. Ik heb deze keer gewonnen. Heb je zelf ook een leuke challenge die je aan ons voor wil stellen? Dan zeker drop hem hieronder in de comments. Dan kunnen we misschien volgende week jouw challenge aannemen om te accepten. En dan vervolgens hem te gaan voltooien. Dus bedenk iets leuks. Dit was het weer voor deze challenge accepted met Mario Kart 8 Deluxe op de Switch.